Oké. Okay. Vertel eens, Vince, wat heb jij van de race ervaren? Technisch was wel goed. Technisch ging goed? Technisch ging goed, ja. Oké. Okay. Alleen, dat is een beetje laf. Een beetje laf? Je had iets harder willen gaan? Nou, veel harder. Veel harder, oké. Okay. Tigo, jij? Ben je tevreden over het resultaat tot nu toe? Nee, het resultaat is niet zo. Ja, het is niet slecht. Ja, we hebben gewoon wel beter. We willen wel finale winnen. Dat is belangrijk. Oké. Okay. Ja, dat is inderdaad belangrijk. En hoe denk je dan morgen te gaan starten in de eerste heat? Hoe ga je dat aanpakken? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, één ding weet ik zeker. Kanker gaat roeien. Niet nadenken. Programma. Oké, okay, dus niet echt nog een tactiek. Gewoon, jullie gaan gewoon als de brandweer. Nee, dat is de tactiek. Ja, ik denk dat we moeten straks ook met Jan erover praten. Jan heeft wat nieuws verzinnen en de riemen moet wat lichter. Oké, okay. Maar vooral nu derde plek in de eerste heat, redelijk tevreden. Ja, we hebben de laatste 500 meter niet doorgegroeid. De laatste 500 meter niet doorgegroeid? Nee hoor, de laatste 600 meter zijn we gaan uitzakken. Ik dacht, ja, het heeft geen zin om mezelf niet moeten maken als we morgen weer opnieuw. Oké, okay, dus tactisch gezien was dat een goede keuze. Ja. Dat is gewoon nadenken. Okay. Timmy, jij hebt je al gekwalificeerd. Ja. En, wat vond je van je race? Ging lekker? Ja, start. Start ging prima. Ik lag naast. Normaal lig ik ongeveer tot het laatste bij het begin. Oké. Okay. Dus jij bent wel tevreden? Ja, ik lag meteen naast en meegaan. Nou ja, we hebben een film gemaakt. Het zag er goed uit. Dus, ja, die Italiaan die ging wel op het laatste 500. Dacht ik, ik ga even nog. Hij wou gewoon winnen. En ik dacht, nou ja, dus ja, heel graag. Maak jij jezelf maar moe? Maak jij jezelf moe. En ik dacht, ik wil in ieder geval bij wel tweede. Dus ik bleef wel. Want Mats Rasmus die ging wel even aanzetten. Mm-hmm. Nog. En toen leek een beetje mee. En toen bleef ik er makkelijk voor. Ik lag gewoon een bootlengte voor. Okay. Dus ik had gewoon controle erover. Nou, netjes. En hoe ga jij je nu klaarmaken voor morgen? Gewoon rusten. Ontspannen. Gewoon ontspannen en dan morgen. En op gewicht zijn. En op gewicht zijn is ook wel handig. En dan ga je dus zo meteen lunchen. Ja, we gaan zo even lekker lunchen. Lekker op bedje liggen. Vanavond even varen en morgen hopelijk gewoon keihard knallen. Het wordt morgen natuurlijk wel een zware pot. Ja. Drie mensen afroeien. Ja. Het zijn best wel goede jongens. Dit is wel wat moeilijker dan vorig jaar. Maar hoe schat je je kans in op het moment? Ja. Ik denk dat ik wel, als ik goed voel, maak ik een goede kans. Maar ik hoef me net even niet lekker te gaan. En dan kan ik best wel eens naast de pot pissen. Nou ja, dat zullen we morgen zien. Ja, precies. Ik hoop het beste voor je natuurlijk. En jullie, hoe schatten jullie je kansen tegen Vince? Nou, morgen, ik heb de tijden nog niet gezien. Maar, Jullie, gaan in de voorwedstrijd gaan jullie eerst nog gewoon knallen? Ja, herkansing. Herkansing, ja. Herkansing, vol licht of zo, op groep 2. Ik kan zien, jullie hebben de derde tijd voor. Maar dan gaan er drie door in herkansing, want die dingen. Nee, maar de Italianen zijn het vorige niet alleen doorgegaan. De Fransen, die hebben jullie morgen. Waarom? Ja, dat snap ik ook niet. Oké, daar is nog een beetje onduidelijkheid over, maar jullie gaan in ieder geval gewoon in de voorwedstrijd knallen. Er zijn nu drie mensen door. Twee uit jullie ding en eentje uit de Italiaanse zijn alleen. We hebben dat toch dom, hè? We hadden vier tegenstanders en die andere vijf. Ja, klopt. Jullie zaten in een heat van vier. Ja, en die andere in een heat van vijf. Ja, maar daar is eentje door en de andere twee. Ja, stond op het ding. Misschien klopt het. Laat het dan maar even uitzoeken. Oké, maar in ieder geval ga je nu gewoon rusten en je voorbereiden op morgen. Even een beetje relativeren over wat je net gedaan hebt. Nou, wij wensen jullie natuurlijk succes. En we komen nog even terug bij jullie. Ja, top. Thanks.